Wij hoorden een melding dat er een schietpartij plaatsgevonden zou hebben in Bunschoten-Spakenburg. Er zou door verdachten meerdere malen op diverse plekken geschoten zijn. De verdachten zouden weggereden zijn op een scooter. En wij zijn daarop direct richting Bunschoten gegaan. Met eigenlijk allemaal politieeenheden hebben we het hele dorp afgegrendeld. De helikopter is gekomen. Nou, en beetje bij beetje kwam er steeds meer informatie binnen. Het bleek dat de verdachten herkend waren en dat die op een adres zouden wonen ergens midden in Bunschoten. Richting daar. Staat voor het raam te kijken. Hij heeft ons gezien. Ja? Ja. Het raam gaat open. 0494, voorrang. De persoon staat in het raam, staat naar ons te schreeuwen en maakt obscene gebaren. Provocerend voor het raam. Hij heeft ons al een paar keer aangeroepen van kom hem maar halen, kom hem maar halen. Omdat de verdachten in bezit zouden zijn van een vuurwapen en in een woning zouden zitten, is het arrestatieteam ingeseind. Die zijn daarvoor bedoeld om vuurwapengevaarlijke verdachten uit de woning te halen. Maar zolang die er nog niet waren, hebben wij zicht genomen op het pand. Ja, er staat op de begane grond. Begane grond. En hij was sowieso ontzettend alert op alles wat in de straat beweegt. Hij is echt aan het doordraaien, over. Volledig aan het doordraaien. En hij schijnt inderdaad wel wat er niet de rest van psychische problemen te hebben. Nou, duidelijk. Heb jij zicht op de voorzijde? Zullen we PR de achterzijde ook in kaart of in beeld brengen? Hij is volgens mij helemaal gek. Uiteindelijk, ik probeer even wat te communiceren als het nodig is met DNA Trio Noodknop in drukken. Hoor, dit is geen eerste van sale. Hij komt er buiten. Liggen! Van tevoren hadden we al besproken wat we zouden doen op het moment dat de verdachte naar buiten zou komen voordat het arrestatieteam er zou zijn. Ja, en daarna hebben we ook gehandeld. Hij ligt op de grond, armen gespreid. Hij is onder controle gelopen, was niet geboeid. Deze verdachte wordt op de volgende kracht, jongens, hou rekening mee met de tweede kracht, de 0494. Is de DSI of de AT al bij jou? Zullen we tweede persoon in het kamp? Hij is geboeid en wordt afgeroepen. Tweede persoon in het kamp. Zullen we mee geluisterd?